gisteren zaten we hier. En toen opeens was er zo'n vlek met water. Toen hebben we het tapijt weggehaald. Het wordt steeds meer. Uiteindelijk zat deze hele kamer onder water. We hebben mensen gebeld die kwamen helpen om het weg te vegen hier. En als het stil staat, dan heb je dus dit. Er was geen redden meer aan in het huis van de familie van Camille. Hun hele benedenverdieping staat onder water. En het water blijft maar komen. Want we hebben de brandweer gebeld en ze zeiden dat we de 500ste waren en dat ze dus niet konden komen. Vanaf boven wordt nog duidelijker hoe groot de chaos is. Normaal is dit een smalle rivier, nu een grote watermassa met een sterke stroming. Nogal gevaarlijk, blijkt even verderop. We stonden daar op de hoek en we zagen mijn vrouw fietsen. En toen zagen we het gaat bijna mis. Toen gingen ze opeens steeds meer naar die kant op. Dus ze begonnen aan te rennen en precies toen ging het fout. En toen zagen we haar daar liggen. En hier vooraan denk je, nou daar fiets ik doorheen. Maar daarachter komt een hele sterke stroom. En als je dat ziet, nou dan lig je er ook meteen naast. Dus het is dat ik weet dat ik hier vaak kom, maar gewoon dat alles hier onder water staat, is heel gek. Ook verbazing bij deze voetbalclub toen kinderen zagen hoe hun veld erbij ligt. Ja, ik schrok ervan. Ik had het nog nooit meegemaakt, dus ik dacht echt, oh, wat is hier gebeurd? Alle plekken waren overstroomd, dus we dachten, misschien is het voetbalveld. Maar toen leek het meer een zwemmer te zijn dan een voetbalveld. Terwijl ze hier plezier maakten, was verderop Fabrizio druk bezig om zijn opa te helpen. En niet alleen zijn opa, ook zijn kippen. Uit die put komt eigenlijk water en dat valt eigenlijk hier bij onze kippen. Maar als het zo blijft doorstromen, ja, dan komt het nog voller en dan verdrinken de kippen. We hopen dat ze nog in leven zijn.